We volgen. Vandaag de tweede dag van jullie stage. Mag Terza echt niet meedoen? Ja, ik heb echt wel geleerd van de stomme actie met het leeuw ook. Maar je moet ook leren dat er consequenties zitten aan zo'n domme fout. En in jouw geval betekent dat dat jij in de keuken van het dierenverblijf straks de afwas gaat doen. Later krijgen? Ik had die grap uitgehaald omdat we alleen maar poep mochten scheppen. Kijk, dat ze jou nog de schuld wilde geven van haar stommiteit, dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Ik ben helemaal alleen de olifanten gaan verzorgen. We gaan zo meteen het eten verstoppen. Ik heb Germaine voor je meegenomen. Die sluit bij jou aan vandaag. Dan was ik toch liever alleen geweest. Je hebt geluk dat Terza niet mee kan doen, dus... En jullie mogen even het eten voor de olifanten daaronder verstoppen. Ik had graag gewild dat de olifant het eten uit mijn hand pakte met zijn slurf. Ik hoop dat een olifant bovenop haar gaat zitten. Dit kan hij ons toch niet laten doen? Wees blij dat je geen dode vissen meer hoeft vast te houden, want olifanten zijn vegetariërs. Olifanten eten ook vlees. Nou, Kian kan wel meer zeggen, hoor. Ik ga even naar de wc. Ik ging het echt niet trekken om de hele dag alleen maar met Germaine op een scheep te zitten. Hey. Ja, ik kan wel leukere dingen bedenken voor je om te doen. Nou, ik heb straf. Daarom ben ik hier. Ik kom jou helpen ontsnappen. Zo'n kans krijg je nooit meer. Dat wil je echt niet missen. Die knakker die buiten staat, die weet dat ik niet weg mag. Oké. Nou, ik wil wel. Ja, top. Ik ben een foto. Dan heb ik hier een emmer met eten en dan gaan we het even stop voor ze. Vinden de olifanten het vanzelf. Hey, meiden. Hi. Wil je dit naar de zin? Mm-hmm. Ik denk dat ik Terza er nog even bij ga halen. Dan kan ze nog een paar uurtjes meedoen. Want... Ik denk ook echt dat ze de lesje wel heeft geleerd, ja. Terza? Ja, ik ging even naar de wc. Ik heb besloten dat je toch even een paar uurtjes mee mag doen. Ik zie je trouwens. Ik had toch gezegd dat ik Terza zou gaan halen? Ik kwam haar tegen op de wc. Ja, ik wilde even mijn benen strekken. Maar wat, er zit van alles in je haar. Wat is dat? Meneer, nu verpest u mijn grap. We gaan er dood van. Ik voelde me wel een beetje slecht om zo tegen Vommers te liegen. Terwijl hij me uiteindelijk toch mee liet doen. Maar ja, als hij dat gewoon meteen had bedacht, had ik überhaupt niet hoeven liegen. Sex.